Er heerst een vloek over ons. Gesprek gehad met de specialist verpleegkundige van de plastische chirurgie afdeling. Het is allemaal wel echt een heel stuk ingewikkelder dan de artsen teen doen lijken. Jesus Christ. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Het is een regenachtige dag. De zonneschijn is voorbij. Ik denk dat we de langzaamaan de zomer echt achter ons gaan laten. Maar dat geeft ons wel mooie tijd om het huishoudelijke klusjes te doen. Want onze koelkast heeft het begeven. Ja, ik denk dat hij het zeker al meer dan 10, 15 jaar misschien al. Rest in peace. Dit oude beestje. Ik kan er ook in gaan staan. Ik ga verstoppen. Jesse, papa heeft zich verstopt. Waar is papa nou? Waar ben ik? Heb je mij gevonden? Heb je mij gevonden? Ja. Koelkast gaat weg. Ik ook. Ga jij erin? Ja. Okay. Doei. Waar is Jesse nou? Jesse Silva, waar is Jesse nou? Hé, hey, daar ben je! Hoppakee! Hey! Komt in! Hoppakee! Ja, nou, dat oude beestje gaan we dus uithalen. Want we hebben een nieuwe gekocht en die komt vanmiddag binnen. Ook ben ik geïnspireerd door Els, want die ging geconfijte citroenschillen maken. Dat is nog niet helemaal gelukt. Poging tot. Nou ja, de eerste keer. Ik wist niet eens hoe het moest. Dacht ik, ik ga zongedroogde tomaatjes maken. Zongedroogd in de oven. Mama? Ja? Heerlijk. Een beetje peper en zout, basilicum, olijfolie. En een beetje stevia gezoet. Die moet ja, echt 15 tot 20 uur op 40 graden gewoon helemaal droog. Zo ver als dat jij het lekker vindt. Ik vind het half gedroogd wel lekker, dus dan blijft hij nog een beetje smeu. Doen we straks in een wekpotje. Dan gaan we de koelkast eruit halen. Hey, that one. De 1. Oh, ziet zo de deur eruit. Dan komt iets. Kijk uit voor je tenen, want je hebt alleen sokken aan. Moet ik helpen? Ja. Voetje. Ja. Oeh. Goed gedaan. Zeg maar toppie, papa. Goed gedaan. Goed gedaan. Daar zijn we weer. Daar gaan we weer. Gaan we weer met die nachtmerrie. Onze boendachtmerrie is voorbij. Nou, nog niet helemaal. Nou wel. We moeten onderop wel doen. Ja, maar de nachtmerrie is toch voorbij, schat. Dit is toch. Nu weten we hoe het moet. Ja, precies. En dat we niet zo lang moeten wachten. Nee. Wanneer komt die koelkast nou? Precies. Twee uur geleden. Ja. Gek. Ja, want wat was het nou? Hij zou eigenlijk tussen een tijdvak komen. In ieder geval zeg maar 2 en 3. En nu staat er ineens in de mail tussen 10 voor 11 en 11:30. Dus gaat die komen. Twee. Het is nu 2:15. Het is nu 2:15, dus dat is terug in de tijd. Dus dat zeiden ze om 2:15. Die tijd. Dat is knap, hè? Dat is knap. Erg knap. Leven Coolblue. Snap je? Het was leuk bedacht. Ja. Een vak van een uur. Maar als je dat uur dan telkens verschuift, dan komen we ook mee. En terug in de tijd. Dus dat is terug in de tijd. Het zal vast goed komen. Maar ik heb in ieder geval geappt. Klantservice zal zo een bericht terugkrijgen. Ja, dat heb je nog te doen. De wanden zijn gedaan. Ik zie nog wel, als je zeg maar in de schaduw kijkt zo, zie je wel nog overal wat sluier zitten. Maar die kunnen we echt pas goed doen als nu zeg maar dit laagje voeg goed droog is. Ja. En dan hebben we hier van dat hele fijne staalwol. 5x0 of zo, 4x0. En daar kunnen we echt gewoon, met een gerust hart kun je daarmee je auto poetsen. Dus ik ga lijm aanmaken voor de vloer.
Daar achter tussen de bomen ziet u de bus van Coolblue. En daar gaan wij als stel toeristen op wachten. Ja. Jesse, wie komt de koelkast brengen? Coolblue. Hoi. Hey. Ik ben even aan het ontspannen. Zoals je ziet is het een grote pleurisbende. Want de koelkast die kon op geen mogelijkheid er doorheen. En dan moet je dus kiezen om er wat deuren af te halen. Het zij van de koelkast of van de keukenkast. Allebei piepwerk. We hebben gekozen voor de apothekskast. Omdat het na wat inspectie toch het makkelijkste leek. Met als gevolg dat de halve inboedel inventaris in de keuken staat. Alle rekjes eruit en zo. Ja, nu proberen de draai te maken. Ja. Niks gemakkelijk. Niks. Er heerst een vloek over ons. 3 uur gedaan over het toilet te hangen. Die hangt op zich, maar ik vind ja. Een beetje twijfel. Hij zou vaster moeten zitten op de muur. Dan hoop ik dat mijn constructie goed genoeg is. Daar komen we later op terug. Het is wel een mooie koelkast. Dat dan weer wel. Moet ik even de stekker erin gaan doen? Ja, dat je hem helemaal erin hebt en dan vergeet je de stekker erin te doen. Dan word je echt knetter. Helemaal knetter. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt. Zo. Ja, mooi licht hè? Licht. Wij wilden jullie heel eventjes nog laten zien hoe ver we zijn met de badkamer. Ons droomproject. Ja. Super leuk. Alles is gevoegd. Ja. Wat is er? Kom hier. Thanks. Je zit ook wat. Pinguïn. Het is niet helemaal lekker hoor. Maar zoals je ziet, het toilet hangt. Vraag niet hoe. Moest kijken, moest kijken. Hij is 10 keer uit geweest. Nee. En met je bidetje heeft het probleem. Zo. Als je erop zit. Jezus. Dan weet je nu een gouden weg moet komen. Jezus. Met beleid. Niet helemaal open doen. Ja, hij hangt inderdaad. Oh man. Dit was echt. Nou, ik denk dat hij er wel 10 keer af is geweest. 2 bouten. Aanvoer, afvoer. Die liggen daar, schat. Hier, handdoeken. Oh. Aanvoer, afvoer en 2 bouten. En die, in die bout zit weer een gleufje. Daar moeten 2 inbus van bovenaf in. En wauw, het ging niet. En toen ging er weer iets af in de gebrit. En langzaam mee zijn, 4 dagen of zo, hè? Ja. Alleen het toilet gewoon. We dachten... Nou, dit gaat zo goed. Laten we de wc ook even ophangen. Jeetje. Toppie. Super. 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 Kan je niet anders zeggen. Kan je anders zeggen. Wat een lei dakje. Wat een horror. Wat een horror. Extra traumaverwerkingssessies aangevraagd voor de badkamer. Oh. Waarom moest ik nou zo lachen vorige keer? Dat moet ik echt niet lachen. We hebben wel veel geleerd. Je moest lachen toen. toen ik daar iets in liet vallen of zo. Ja. Nee? Nee, dat was niet. Ja. Jij moest echt heel hard lachen en toen zei ik. Ja, really? Ja, really? Nu? Echt, ja? Moet je nu zo hard lachen? Was echt niet gewaardeerd. Nee. Sowieso vroeg ik even een momentje voor mezelf toen die tegel, toen die tegel brak. Ja, maar echt, het is gewoon, weet je, ja,
ik blijf het zeggen, er kan gewoon niks normaal bij ons. We denken, dat doen we even. En er komt altijd iets wat het niet makkelijk maakt, of dat gewoon niet gaat, of dat... Ja, het is wel... Het is wel zo, je kan straks wel zeggen, misschien een badkamer met gebreken hier en daar, optisch of zo. Maar wel een badkamer met gevoel. Met passie. Met een verhaal. Hè? Ja. Ja. Zeker. En met bloed. En met zweet. En met tranen. En met blaren. En blauwe plekken. Ja, weet je, ik zou bijna willen zeggen, we zijn er bijna. Maar ik geloof het niet helemaal. We zijn er bijna. Met Pinguïn. Nee, mijn keizerpinguïn. Waarom nu een pinguïn? Omdat je net zo op bed zo dook. Weet je. Met je balans. Ik trek een broekje aan en ging zo. Gewoon een pinguïn duik zo. Dunk. Ja, ik word er echt jonger op. Ik word echt zo. Zo. Nee. Echt beter op word ik. Maar een pinguïn. Nou, Fluffy, kom, we gaan naar bed. Hallo, het is 14 september en zojuist is weer de verpleegkundige langs geweest om weer de Lucrin te zetten in mijn arm. Dat is om mij in de overgang te houden. En dadelijk, heel gezellig, komt mijn pianist Ewald langs. Zoals ik al zei, ik wil graag dadelijk een nummer opnemen en met jullie delen. En we hebben elkaar echt al een hele tijd niet gezien. Want ja, we zaten in de verhuizing. Nou, toen moest ik weer zo nodig kanker krijgen. Ja, dan komt er op tussen corona ook nog. Dus ik ben super blij dat hij vandaag even langskomt. Dat we weer even lekker muziek gaan maken. En dan hopelijk kan ik jullie snel ook wat laten horen. En ik zal jullie me zo even weer voorstellen voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal. Sommigen hebben hem denk ik al meer gezien. Daar is die! Daar ben ik! Yay! Ben ik beeldig? Kijk, wat netjes je gewoon, hè? Hé, de kale koppies! Twins have separated the birth. Nou, Ewald is inmiddels naar huis. Het was super fijn om gewoon weer eventjes lekker muziek te kunnen maken. En nou ja, we hebben projectjes om aan te werken, dus dat is super leuk. En ondertussen kreeg ik ook nog een heel lief berichtje binnen. Namelijk van mijn lieve volger Ingrid. Die dus, waar we het over hadden, naar Griekenland zijn gegaan en onze brief hebben gedaan. Super lief. En ondertussen kreeg ik ook nog een bericht dat ik even langs moet komen. Omdat ik van klanten van mij een heel lief cadeautje had gehad. Hele mooie chocolaatjes. Maar echt hele mooie. Ontzettend bedankt. Hallo, het is 15 september. En het was weer de dag van de volgende chemo. En dit was mijn outfit. En ondertussen staan we ook in de nieuwe badkamer. Er zijn... Ik wil zeggen zijn we, maar is Sergio verder gegaan met het voegen. Althans, siliconenkit nu, hè? Gaat ook weer niet. Nee, op zich gaat het wel. Ik heb alleen gemerkt dat, omdat dus die muren zo scheef lopen, hebben we in de hoeken best wel wat grote openingen. En om die nou helemaal op te vullen met kit, wordt een beetje een duur grapje. Dus ik heb even wat... voeg aangemaakt inderdaad. Ja. En dan... En dan daarna weer verder met kit. Ja. Yes. Ondertussen hebben we, voordat we naar de chemo gingen, ook een gesprek gehad met de specialist verpleegkundige van de plastische chirurgie afdeling. Om ons te informeren over eigenlijk alle mogelijkheden die er zijn. Wat betreft reconstructie. En dat zijn er nogal wat. Maar eigenlijk ook wel veel nadelen, hè? Ja, het was wel eventjes een
Ja, dubbel momentje. Dat je denkt van oké, moet ik hier nou heel blij mee zijn dat er zoveel mogelijkheden zijn? Of dat juist niet echt duidelijk is wat nou de beste oplossing zal zijn? Of zo. Ja, moet echt een eigen keuze maken. En veel is ook weer afhankelijk van of ik nog bestraald moet worden. En eigenlijk weten we dat pas na de... operatie. Ja, maar ook na de CT-scan, denk ik. Mm. Ze had ze het ook over. Maar heel officieel weten we dat pas natuurlijk na de operatie. En ja, het is allemaal wel echt een heel stuk ingewikkelder dan de artsen het doen lijken. En dat valt even tegen. We hebben een optie bijvoorbeeld om een spier van mijn rug te pakken en dan die dan naar voren te plaatsen. Dus dat is een spier die eigenlijk vastgehecht blijft, maar je dus eigenlijk alleen maar omslaat naar de andere kant. Ter versteviging. En daar kan je dan eventueel een siliconen in doen. Maar nou ja, in ieder geval een flink litteken dan ook op je rug natuurlijk. Nou, siliconen is dan eventueel een optie. Eigenlijk de verhalen die nu net te ronde kwamen over de slechte naam van siliconen, daar waren zij het eigenlijk niet echt mee eens. Tuurlijk, het kan wel eens voorkomen, maar eigenlijk is het echt een heel klein percentage. Dus daar heb ik ook wat informatie voor meegekregen. Een prothese die blijft ook niet eeuwig zitten. Dus na 10, 15 jaar moet die vervangen worden. Wat wel een feit is, is dat er een kleine kans is op lymfeklierkanker door siliconenimplantaat. Maar ja, 95% geneest daar ook gewoon van. Dus een goed te behandelen kanker, maar ja. Ik wil het helemaal niet. Is dat afwegen? Ja, dus een hele, nou ja, het is in ieder geval een kleine kans, maar dat is wel bewezen dat het daardoor kan. Dat het een verband heeft. Ja. Nou ja, dan heb je nog wel tepelbesparend of niet tepelbesparend. En eigenlijk uit haar verhaal kwam dat, nou ja, bij 80% of 90% van de opties eigenlijk het niet tepelbesparend is. Want als je het later gaat reconstrueren, dus niet gelijk met de amputatie, ja, dan verschrompelt je huid. Dat reageert gewoon gelijk heel erg. Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat je tepel eraf valt of zoiets, zei ze, hè? Nee, die valt er niet af, die valt erin. Oh, die valt erin. Doordat je huid helemaal los leeg is, gaat die huid gaat inzakken. En die tepel gaat ergens naartoe, zei ze. Maar ze weet het niet waar. Dus ja. Kan ineens hier aan de zijkant komen te liggen of zo. Dan denk je ook wel, ja. Ja, precies. Dus ze zeggen, ja, of het er dan een mooie van wordt, is maar de vraag. Maar probeer die tepel maar eens weer terug op de goede plek te zetten. Nou, dan heb je nog eventueel een deep lap, noemen ze dat. Dat is dat je het van je buik afhaalt, haal je spier en huid vandaan. Dan het voordeel daarvan is dat je dan eigen weefsel hebt. En het is ook natuurlijk, dus het blijft gewoon warm met de temperatuur. Want protheses, ja, die schijnen... Nooit over nagedacht. Nee, schijnen wat kouder te blijven. Dus het heeft echt even tijd om op te warmen. Daarnaast, als je aan of afvalt, of aankomt of afvalt, dan groeit dat gewoon mee. Terwijl een prothese blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Het nadeel is dat je daar best wel wat vet voor nodig moet hebben. En ja, als ze mijn buik zouden moeten pakken, dan zou ik daar misschien met een cup B uitkomen. Terwijl ik nu een cup D heb. Dus ja, dan wordt het echt wel een stuk kleiner. Plus je hebt een flink litteken van de ene heup naar de andere heup. Daarnaast is het echt wel een flinke operatie van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En je moet ook een paar dagen blijven. Ze zegt, meestal doen we die op dinsdag en dan ga je op vrijdag naar huis. Je zit vast aan allemaal drains. Drains in de borst, drains waar ze het vandaan hebben gehaald, een katheter. Jesus Christ. Oh, echt, ik had er gewoon hoofdpijn van alle opties. En ook omdat het toch nog een beetje onduidelijk is wat mijn opties zijn. Wat we eigenlijk gewoon een soort van hadden gehoopt was, nou, je schaapt hem leeg als een kiwi. Je doet er wat nieuws in en ga met die banaan. Ja, en zo makkelijk is het dus niet. Dus ja, ik mijn hoofd tolt. Ik denk dat ik het ook nog niet helemaal geweldig kan uitleggen op dit moment. Nou, van je uiterlijk aardig accuraat. Ja? Ja, ik ga me er nog even wat verder in verdiepen, maar vandaag niet. Want mijn hoofd is een beetje op.
Maar wat wel fijn is, ik had daarna de chemo. En de lieve verpleegkundige die hadden zoiets van, nou, hè, vanwege de benauwdheden. Dat is een allergische reactie op de chemo. Dat zien we wel vaker. Dus wat we willen doen, we gaan net zoals met de eerste keer even iets meer tijd tussen de anti-allergie infuus en dexamethason en de chemo houden. Dus ze hebben even een kwartiertje gewacht, zodat het iets meer tijd had om in te werken. En dat heeft geholpen, want ik heb die benauwdheid dat een olifant op mijn borst zat en mijn keel dichtgeknepen wordt, heb ik dit keer niet gehad. Ik heb ook weer even mijn ogen dicht gehad. Daardoor wel weer wat moeier, op een of andere manier. Maar, nou ja, dat is in ieder geval fijn. En voor de rest ga ik het even, zover het lukt, het naast me neerleggen. En dan ga ik even rustig nog een keer alles bekijken en uitzoeken. En beluisteren. En beluisteren. Ik heb weer alles opgenomen. En ze gaan sowieso een afspraak inplannen voor bijna het einde van mijn chemo, zodat ik ook echt met de echte artsen kan spreken. En daarin ook de opties nog een keer kan bespreken. Ja. Dat is. Nou, we gaan het hier even bij laten voor deze vlog. Vond je het weer een leuke vlog? Informatief. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. Ik ben weer heel benieuwd naar jullie reacties, ervaringen. Deel ze vooral met mij. Want ja, daar zou ik heel veel aan hebben. En misschien ook andere mensen. Dus heel erg bedankt weer. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Tot ziens. Ciao.